dames en heren. Hartelijk welkom op dit jaar-event van FNE. De grootste uitdaging van de eeuw is en blijft de energietransitie. We kunnen versnellen. We hebben de capaciteiten daarvoor, we hebben het innovatief vermogen, we hebben de krachten voor. We hebben bedrijven die het stikstofprobleem kunnen aanpakken. We moeten dat zorgen dat dat toegepast gaat worden. Ik denk dat we heel veel innovaties hebben die op een doorbraak wachten. Dus ik voel het, de energie bij de mensen. We zijn bezig met collega-bedrijven en met allerlei onderwijsinstellingen om samen de eerste huishoudens op waterstof aan te sluiten, om daarmee de huizen te verwarmen en die energietransitie mogelijk te maken. We hebben daarbij bij de nieuwe generatie van lucht- en vuilafscheiders zodanig gemaakt dat de cv-systemen, de koelsystemen, zo'n 10-15% minder energie gaan gebruiken. Wij geloven echt in zoekverbanden, dus maak verbindingen en daarmee maak je het verschil. Een van de dingen die wij absoluut nastreven is het vervangen van fossiel gebruik in de melkveehouderij. Dus al onze oplossingen zijn 100% elektrisch. En daarmee weten we heel veel fossiele brandstoffen terug te dringen op een erf en voor de melkveehouder. Wij kiezen heel nadrukkelijk de rol om inderdaad ondernemers te helpen met die verduurzaming. Die samenwerking is eigenlijk gericht dat je met elkaar die versnelling organiseert. Dat je met elkaar een duidelijk gedeeld beeld hebt over wat de FME-sector echt gaat betekenen en in welke snelheid ze dat willen doen en waar ze nou eigenlijk hulp nodig hebben. En wat wij daar als bank in zouden kunnen betekenen. Die start-up fase is voor banken best lastig. Maar als je iets meer in een perspectief zit dat de bank zegt, hé, hier gebeuren echt hele goede dingen en dit gaat ook echt een goed verdienmodel worden, dan staan banken klaar om te helpen. Dit lampje is goed voor 13% van het elektriciteitsverbruik in de hele wereld. En na de zon geven wij het meeste licht in de wereld. En wij voelen dus ook die verantwoordelijkheid om het verschil te maken. Als je ziet een diversiteit van groot tot klein. En we merken allemaal op dat iedereen tegen of dezelfde dingen aanloopt. Maar elkaar ook kan helpen en kan ondersteunen en vooral kan inspireren. Dus je moet het samen doen.